Mij spreekt eigenlijk in het manifest alles wel aan. Maar als ik dan toch zou moeten kiezen, dan zou ik graag aanstippen dat we eigenlijk met 17.000 medewerkers op twee locaties, dat je daar met z'n allen een stad in een stad vormt, dat vind ik heel inspirerend. Ook omdat je ziet dat die variëteit en diversiteit aan mensen en culturen een plek kunnen krijgen in die twee locaties. Dat je ook werkt voor mensen die in die stad wonen en leven en ook in die regio wonen en leven en daarbuiten. Dat vind ik heel inspirerend. En dat we een UMC zijn waarin je continu de grenzen verlegt en continu je bezig bent om meer te willen weten en beter te willen worden. De mensen die je spreekt zijn buitengewoon leuk, slim en heel goed in hun werk. En hebben ook echt, en dat is het andere punt uit het manifest, gewoon een hart en een ziel voor wat ze doen. En eigenlijk zie je die bevlogenheid bij alle verschillende beroepsgroepen terug. Ja, dat is ongekend en uniek. En daarom wil ik altijd bij een UMC werken. Maar daarom wil ik eigenlijk alleen maar bij Amsterdam UMC werken, als ik zou mogen kiezen. Wat mij het meest aanspreekt in het manifest, dat is jong talent en nieuwe ideeën. Ik ben 30 jaar actief in de beveiliging in het Amsterdam UMC. Daarbij kan ik jong talent heel goed gebruiken met nieuwe ideeën. Ik ben namelijk sinds 2 jaar aangesteld als mentor. En tezamen met mijn collega's het jonge talent opleiden tot de beveiligers die wij zijn van de oude generatie. En een hele hoop kunnen van elkaar kunnen leren. Het zou mooi zijn voor de toekomst. Een stukje over we geloven dat je nooit genoeg kunt weten en eindeloos kunt blijven ontdekken. Dat spreekt mij eigenlijk heel erg aan. Als ik kijk naar onze eigen specialisme, de voortplantingsgeneeskunde, dan denk ik aan zaken van 10, 15 jaar geleden wat we echt niet voor mogelijk hielden. Bijvoorbeeld het invriezen van eicellen wat we tegenwoordig doen, zowel op medische als sociale indicatie. Nou, dat is nu allemaal mogelijk. En zo ben ik ervan overtuigd dat over 10, 15 jaar er weer ontwikkelingen zullen zijn waarvan ik dan, als ik thuis in mijn luie stoel zit, denk van oh, dat dat allemaal nu mogelijk is. En dat maakt het voor verpleegkundigen natuurlijk ook een enorme uitdaging. Het betekent dat je met elkaar ook scherp moet blijven. Ook gewoon op de alledaagse dingen. Want alles wat we nu normaal vinden, ja, dat moet ook onder een vergrootglas. Hè. Je probeert toch steeds meer je werk te verfijnen. En dat doe je allemaal met elkaar om alles steeds meer naar een hoger plan te brengen. In het Amsterdam UMC is iedereen welkom. En als artsonderzoeker raak ik geïnspireerd door de inzet van alle medewerkers voor onze patiënten. Een bijzonder voorbeeld hiervan is onze siliconenpoli, waar we vrouwen zien met klachten bij hun siliconen borstimplantaten. Mijn collega's en ik doen onderzoek om te begrijpen wat er precies aan de hand is. En het unieke hiervan is dat we een brug vormen tussen medisch-wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg, om hiermee de kwaliteit van zorg te verbeteren. En het laatste vind ik persoonlijk heel belangrijk. Vandaar dat ik ben aangesloten bij het onderzoeksinstituut Amsterdam Public Health, waar ik als junior council member van Quality of Care mezelf inzet om de kwaliteit van de zorg van morgen te verbeteren. Het idee dat je nooit alles kunt weten en oneindig veel van elkaar kunt leren is een enorme drijfveer voor mij in mijn werk en ook in mijn leven. Want hoe meer ik leer, hoe meer ik erachter kom dat ik eigenlijk niet zoveel weet. En hierdoor raak ik geïnspireerd en dit houdt me nieuwsgierig en leergierig. Het Amsterdam UMC erkent dat de kracht van kennis cruciaal is voor het onderhoud en het bevorderen van de gezondheid van alle mensen. En ik waardeer dan ook de toewijding van alle onderzoekers om voorop te blijven lopen in de medische kennis en kunde. En dat zie je ook terug in onze wetenschappelijke impact. Want als je kijkt naar het aantal wetenschappelijke publicaties, behoort het Amsterdam UMC tot de top onderzoeksinstituten van heel Europa. En daarom ben ik trots om te werken in het Amsterdam UMC.